En troost. Wat je erbij? Over een milkje weten ze alles al, hè? Ja. Hallo iedereen. Welkom bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. De Q&A. Lang verwacht met Niels. Allee, lang verwacht. Toch al even. Hey Niels. Hey. Eerste keer dat je zo echt gaat praten op camera. Allee, ik bedoel, ja, praten. Echt een Q&A gaat doen. Ja, dat is waar. Gaat iedereen direct horen dat je van een camper bent, hè? Ja. Oké, ik heb op Instagram allemaal vragen gesteld aan jullie. En die gaan we beantwoorden. Dus de eerste vraag en de vraag die heel veel voorbij kwam is... Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Op Instagram, hè? Instagram. Place to be tegenwoordig. Ja. Ik was degene die naar Niels heeft gestuurd. Ja. Het kwam eigenlijk omdat waar jij naar de kapper gaat bij Mika. En Mika die postte of repostte een foto van u. Ja. In de kapperstoel. En toen dacht ik, wie is dat? Toen ben ik gaan kijken op je profiel en toen heb ik zo gereageerd op je foto met zo'n handjes. Ik was toen aan het werken, hè? Ja. Ja, de volgende ochtend heb ik daarop gereageerd. Ja, ik was toen aan het werken en ik zeg, moet ik met doorgaan? En sindsdien hebben we eigenlijk heel veel gebabbeld, hè? Mm-hmm. En dan vraagt ook iemand, hoe lang zijn jullie al samen? Officieel hebben we gezegd 17 december, dus dan is dat maar 2 maanden. Maar dat, toen we zijn beginnen praten was 19 november. En dat is eigenlijk best wel direct serieus gegaan. Ja, redelijk snel, hè? Ja, allee, dat ging ook gewoon gelijk niks. Dus dan, makkelijk. Ja, is easy, hè? Mm-hmm. Wat vindt hij ervan dat je vlogt? En ik zag ook dat iemand vroeg dat mijn job Instagram is. En hebben jullie al vakantieplannen? We zullen eerst het job gedeelte doen. Vind je ervan dat ik vlog of tegen een camera praat? Maar ik zie dat niet als een camera, ik zie dat als mijn vrienden. Hmm. Ja, nu ben ik dat gewend. Hè. In het begin was dat nog een beetje zoeken. Van ja, hoe moet ik daarmee omgaan? En wil ik dat wel? Mm-hmm. Maar dat is vrij vlot gegaan en ik ben daarmee ingerold, denk ik. Alleen ja. niet gelijk nu. Nu is dat wel redelijk officieel, maar... Het is van die tripjes dat wij doen en ik word gefilmd. Ja, ik zit daar niet veel mee in. Nee, dus dat. En wat vind je van mijn job als Instagrammer? Ja, dat is een job gelijk een andere, hè. Zwaar. Ja, ook weer niet, maar ook weer wel. Ja, het is een job, hè. Je wordt betaald voor dingen dat je krijgt of dat je moet doen. Dus dat is een, bij mij is dat gewoon een job, hè. Ja. Misschien een met meer, makkelijkere privileges, dat is leuk. Maar ik profiteer er ook mee van, hè. Ik mag ook altijd meegaan, hè. Alles. Ja, ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar mijn job is niet zo makkelijk, hè. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar ja, ik heb wel mooie voordelen natuurlijk van mijn job. Hè. Ik kies mijn uren zelf, reisjes en zo van die dingen. Dus het is geen 9-to-5 job. Hè? Nee, het is 24/7. Voilà. Hebben jullie al vakantieplannen samen? Ja, we gaan zelfs volgende maand een weekendje weg samen naar Nederland. Ja. Met ons twee. Dan gaan we... naar Ibiza, samen met Celine, Nick en Noah, wat ik elk jaar eigenlijk doe. En nu gaat Niels dan ook mee. Dat is het denk ik voorlopig, hè? Voorlopig wel, ja. Ja. En iemand vroeg ook nog, gaat Niels mee naar Florida, omdat ik nu bij Pasen naar Amerika ga. En nee, Niels gaat niet mee. Ik ga met mijn ouders, mijn zus en het lief van mijn zus. Dus ja, ik ga hem 2 weken moeten missen. Hè. Iemand moet voor de katten zorgen, hè? Ook, ja. Iemand moet voor de post zorgen en voor de katten zorgen, hè. Ja. Dus Niels gaat voor mijn katjes zorgen. Die is ook wel grappig. Als jullie een hond nemen, welke ras vinden jullie mooi? Mooi, ik vind een Franse bulldog, zo'n Frenchie. Ja, dat vind jij mooi, zo'n kleintje. Ja. Met die hond. Ja? Hoe woont hij dan niet meer? Jawel. Het mooiste vind ik een husky met die blauwe ogen. Dat is te veel werk. Groot, ja. En die zijn kei actief. Dat wil ik niet. Ik denk ook niet dat we een hond... We zijn meer kattenmensen. Zullen nemen. Denk ik. Ja, misschien... Ooit, zeg nooit, nee. Nooit natuurlijk. Als je een huis hebt met een tuin of zo. Maar ik weet niet. Dat is gewoon veel werk. Hè. Moet je veel mee gaan wandelen. En katten zijn zo easy going. Dus... En zolang mijn katten nog er zijn, ga ik zeker geen hond nemen. En
die blijven bij mij, dus die gaan sowieso altijd mee. Was het liefde op het eerste gezicht? Eigenlijk een beetje wel. Het klinkt toch direct goed, de eerste keer. Ja, we hebben eigenlijk niet verteld, want we hebben elkaar via social media leren kennen. Dan hebben we een week of zo gebabbeld, of nog niet? Jawel, een week denk ik. Ja, of iets langer dan een week denk ik, een week en een half of zo. En toen, ik weet niet, ik zat hier in een zetel in mijn jogging en jij bij u. En toen stuurde jij iets van... Van ja, maar je komt toch niet of zoiets. Ja, of je zou toch niet komen. En toen zei je van, wil je dat ik kom? Ja, jij had rosé of zo, was dat dan niet? Ja, zo kan. En dat ik zei, En toen zei jij, ja, jij komt toch niet. Ja. En toen zei ik, hoe, wil je dat ik kom? En toen zei jij, ja. Mm-hmm. En toen zei ik, oké. En toen zei ik, ik kom wel met jogging, hè. En toen ben ik naar hier gekomen. In jogging? In jogging. En toen hebben we echt tot 3 uur s'nachts of zo gebabbeld, hè. Ja, lang, hè. Ja, want de volgende dag moesten we allebei werken. Dus dat was wel even zwaar. Maar ja, we hebben lang gebabbeld. Ja. En ook onze eerste kus. Wel, op onze eerste date. Ja, teken dat het goed was, hè? Ja. Wel, zo redelijk op het laatste, maar hij was er wel. En sindsdien, ja, we hebben gewoon elkaar wekelijks een paar keren gezien. We gingen gewoon zo vanzelf. Kun je... Ja, was makkelijk, hè? Ja, zo heel makkelijk. Wie is het oudste? We zijn zo allebei van 91, maar ik ben van 2 maart en jij bent van 7 juni. Dus we schelen een paar maanden. Waar irriteren jullie elkaar aan? Ik irriteer mij dat Niels rookt. Maar ik moet wel zeggen dat mij dat ook wel niet meer zo hard stoort. In het begin dacht ik, want dat zei je toen tegen mij... Zei je, ja, ik rook. En toen dacht ik echt... Ik dacht, nee. Want ik dacht, dit is too good to be true. En dan, ik rook. En ik vind echt vies, rokers. Ja, bij u, om een of andere reden, ruik je dat niet zo hard. En je rookt niet veel. Nee, niet zo dat veel. Dat is ook het ding. Zoals gisteren ook. Zijn je misschien 2 keer over heel de dag gaan roken of zo? Dus meestal als ik een pintje drink, dan rook ik wat meer. Ja. Maar anders... Maar je rookt niet heel veel, dus dat is wel redelijk oké. Nick, waar irriteert je u aan mij? Dat je van mijn cola drinkt. Nee. Is moeilijk eigenlijk. Zeg maar eerlijk, ik kan het zeggen. Moet nog zoeken? Nee, ik weet niet. We kennen elkaar natuurlijk ook nog niet zo lang. We kennen elkaar 3 maanden. Iets langer dan 3 misschien maanden. Misschien dat ik u wat korter moet houden op impulsieve dingen. Ja, dat heb je al gezegd. Dat misschien wel. Dat zou misschien iets zijn, impulsief. Maar ja, voor de rest kan ik niet direct iets vinden. Allee, nu maar ja, irriteert u dat echt? Nee, of, dat irriteert want me je, niet. Zou je het er toch goed doen om mij? Ja, om te praten uit impulsieve dingen? Nee, man. Allee, ik bedoel, jij bent daar heel nuchter in en ik ben heel impulsief. Maar dat vult elkaar ook gewoon net goed aan. Ja. Nee? Ja, zeker. Als het dat is, dat weet ik van mijn eigen dus. Wat vinden jullie het mooiste aan elkaar? Dan gok ik qua uiterlijk. Ja, ik vind je ogen. Maar dat heb ik al wel gezegd, denk ik. Maar je hebt echt bijna zwarte ogen of zo. Donker, van die hele diepe ogen. Maar ik vind alles mooi aan u. Dat is niet iets wat ik niet mooi vind aan u. En uw lach ook wel eigenlijk. Ja, dat wil ik zeggen, hè? Ja? Ja. Ik vind dat ik zeg dat ik altijd dat je zo schattig als je lacht. Ja, ik vind dat als ik zo hard op lach. Ja. Soms een lelijke. Dat is zo leuk. Soms als ik zo... Ja, ik denk als ik dan heel excited ben over iets of naar iets aan het kijken ben, dan kan ik echt zo heel... Ja. Nee, ik kan hem zelfs niet nadenken. Ik zeg dat ik altijd dat je zo smeltend ding. Cute. Ik kan je goed overweg met de beroemdheid van Thalisa. Zo beroemd ben ik niet, hè. Justin Bieber is beroemd. Ik ben gewoon. Ik heb al 2 foto's moeten nemen. Ja? In de cinema. Hoe ziet Niels zijn toekomst? Hebben we dezelfde blik op de toekomst of toch verschillend? Ik denk in de grote lijnen wel hetzelfde, hè. Ja, dat denk ik ook wel. Maar rustiger aan en gewoon toekomstgericht zien, hè. Ik denk ook wel persoonlijk dat we ook wel op een leeftijd zijn waar je echt wel naar de toekomst kijkt en dat je niet meer zo in een relatie stapt zonder te denken, kan ik hiermee mijn toekomst opbouwen? Dus dat heb ik sowieso wel fel. Zeker in, ik heb nog wel gedate en zo, maar dat was nooit zo die klik of zo, ik weet niet.
Dat heb je verteld, hè. Ja, en dan bij u zag ik wel zo'n toekomst voor mij. En ik denk gewoon dat dat wel belangrijk is. Ja, we worden 29. En het is niet meer zo dat je denkt van, oh, we zien wel binnen 10 jaar of zo. Dat doe je misschien als je 19 bent of zo. Maar ja, ik wil ook wel verder kijken naar de toekomst. En, ja, zeker. Ik ook. De toekomst uitbouwen. Er kwam trouwens ook heel veel de vraag, zie ik, wil jullie kindjes? Ja, zeker. Daar heb ik ook wel over gebabbeld. En ja, ik wil sowieso wel. Ik ook, ja, sowieso zeker. Één kindje en dan zullen we zien. Hè. Misschien dat Alice uit haar bed kan s'nacht? Waarschijnlijk niet. Maar dat zijn ja, toekomstplannen. Er staat ook wanneer willen jullie kindjes en hoeveel en welk geslacht, maar... Goh. We hebben wel gezegd het liefst eerst een jongen, denk ik. Ja. Ik had dat niet gezegd, een ja, paar dagen terug. Ik zou wel graag Eerst het liefst een jongen, denk ik. En jij ook wel, hè? Ja, denk het wel. Ja. Maar je gaat dat zien. Ik ga sowieso een meisje krijgen, want ik heb heel mijn leven lang al gezegd, oh, ik wil zo graag een jongetje. En ik ga een meisje krijgen. Maar daar zou ik ook heel blij mee zijn. Hè. Tuurlijk, als het maar gezond is, voilà. Dat maakt me niet uit. Maar natuurlijk heb je altijd wel ergens een voorkeur. Maar uiteindelijk maakt dat niet uit. En gaat je dat kind sowieso heel graag zien. En wanneer, ja, daar kun je geen datum op plakken. Hè. Ik denk dat we eerst sowieso nog wel even tijd voor onszelf nemen. En dat we dan wel zien, is dat binnen een jaar, is dat binnen 2 jaar, is dat binnen 3 jaar? I don't know, dat zullen we wel zien. Hè. Wat komt, hè. Ja, dus dat. Zag Niels je al op voorhand zitten via Instagram voor hij je echt leerde kennen? Nou, daar hebben we het ook al over gehad. Ja. Jij kende mij niet echt, hè? Alleen je wist wel wie ik was. Gezien, ja, man, niet maar meer, hij volgde mij ook niet of zo op Instagram. Maar ik was er nog niet zo echt mee bezig. Nee. Hè? Ik volgde enkel mensen die ik kende. Ik zag nooit naar een feed. Ja. Of pagina's van iemand anders of zo. Ik kwam wel eens iemand tegen. Ik kwam je wel eens tegen en dan zei ik van, oh, dat is wel een knappe, maar ja, je gaat daar niet op in. Hè? Well, ik ga daar niet op. Ik had niet zoiets van, oh, die ga ik sturen. Nee. Er zijn genoeg mannen die dat wel doen, hè? Maar. Ja, goed. Ja. Ik heb hem dus gestuurd. Dat is beter, hè. Dat is makkelijker voor mij toch? Ja? Ja, ik weet niet. Ik vind dat goed. Ik heb mijn eigen man uitgekozen. Die over man gesproken wil ooit trouwen. Ja, ik wil wel ook trouwen. Hè? Ja. Ja, zijn we het ook over eens. Wat vindt Niels van Céline? Die vraag komt ook een paar keer. Ja? Ik kan er niks slecht over zeggen. Hè? Ze heeft me pas nog geholpen met een cadeau voor uw verjaardag. Dus. Goed, it's hè? Bestie. Dank u wel, Celine. Dank u. Ja, nee, je moet denk dat denk beter wel... luisteren, had ze gezegd. Ja, ja. Ik denk wel dat jullie goed overeenkomen. Ja, ja, zeker. En met Nick ook. Denk ik toch. Ja, ja dat gaat ook zeker. Gewoon vlot, rustig, alles tof, altijd leuk gaat. Ja, dus dat. Hoe zit het nu met samenwonen? Die vraag komt ook wel vaak en ook van... is het geen nadeel dat jullie zo ver van elkaar wonen? Hoe lang zijn jullie onderweg? Ten eerste, wij wonen helemaal niet zo ver van elkaar. Niels woont in Geel, ik woon in Paal, dus dat is een 20 minuutjes rijden. Dus dat valt wel goed mee. Samenwonen, ja, daar zijn we nog niet helemaal over uit misschien. We willen sowieso wel samenwonen, nu niet morgen of zo, maar... Want ja, het is ook gewoon zonde... We betalen allebei natuurlijk, dus money-wise zou dat sowieso beter zijn. Maar ja, ik weet niet. Zullen we zien, hè? Ja, ja. Jij woont graag in Geel, ik woon graag in Paal. Maar ik denk dat we daar wel uit geraken. Tuurlijk, wat dat we gaan doen. Rustig aan ook gewoon, we kijken wel. En ja, momenteel zien we elkaar toch... Ik denk dat ik 3 à 4 keer in de week naar u kom of zo. Probeer het weekend te komen. En jij komt dan heel het weekend. Ja. En hij is door de week altijd vroeg. Die moet altijd vroeg gaan werken. Dus, sorry, Milky zit in de kattenbak trouwens, als je die hoort. Maar daarom ga ik vaak door de week bij hem slapen. Omdat dat dan makkelijker is. Ik moet bijvoorbeeld dan om 9 op het werk zijn en jij al veel vroeger. Dus dan is dat wel... Tijdsgewijs, ja. Maar we zien elkaar wel. Ja. God, ik denk dat we 2 of 3 dagen in de week niet samen slapen. Voor de rest zijn we altijd samen. Wat? Hoeveel liefjes heeft Niels al gehad? En jij? Oh. Ik heb echt relaties
3 voor u. Ah. Nou ja, mensen die mij volgen weten dat. Relaties? Ja. Maar, ja. Ja. Is kussen of zo, dat tel ik allemaal niet mee? Ja, nee, of nee. Dates? Of ja, nee, seks of weet ik veel wat, dat telt niet. Hè. Dat hangt er ook vanaf. Wat is een effectieve relatie? Ik heb een relatie gehad van 2 maanden. Dat in het begin allemaal leuk is ik en dan zitten ze samen en dan was dat verschrikkelijk. Dus dat tel ik niet mee als een relatie. Hè. Ja, dan moet ik dat ook niet meetellen. Ja, bij mij is dat anders. Alhoewel, ja. Ik vind wat ik op social media heb gedeeld, is voor mij een relatie. Want de mensen hebben dat gezien. Dus ik kan niet ontkennen. Oeh, nee, ik heb daar geen relatie mee gehad. Dus mensen weten, ik heb een relatie gehad met Sam, Geert en Dylan. Dat weten mensen. Ja. Dus ik kan moeilijk zeggen, ah ja, met Dylan was maar 3 maanden, dus ik laat dat weg. Nee. 5 denk ik, 5 of 6. Ja. En uw langste relatie? Nou, ik weet dat maar. Ja, 7, 8 jaar, hè? 8 denk ik. Mijn 10. Ja. 8 en dan 2 denk ik. Ja, 8 jaar, 2 jaar. En dan allemaal kort of wat? 1 jaar ook. En dan de rest was kort, ja. Maar nu is for the rest of your life, hè? Sowieso. Dat is echt getag, hè? Zeker. Ja, dat wil getag, hè? Oké, de laatste vraag die we gaan beantwoorden. Wat is je job? Mijn job is, ik werk bij Audi in Geel. Ja, ja. Aan auto's werken, hè. Ik denk dat dat de meest voorkomende vragen waren. Die zijn we gevraagd. Zo kennen jullie Niels nu toch al een beetje beter. En jullie allemaal leren kennen. En dan zullen we ooit wel nog eens een Q&A doen als wij ook gewoon lang samen zijn. Hoe kijken jullie terug naar jullie eerste Q&A? Cringe. Verschrikkelijk die hond, ik heb nooit die friendship willen hebben. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker. Thumbs up. Als jullie het leuk vinden, laat ook een leuke comment na. En dan zien we jullie snel weer.